In deze videotraining laat ik je zien hoe je in een functieveld twee velden met elkaar kunt vermenigvuldigen. En dat laat ik zien aan de hand van het rapport verkooporder. En ik wil in feite een functieveld maken wat uh, de prijs per eenheid vermenigvuldigt met het aantal besteld in de order. Ik ga het functieveld toevoegen via het tabblad functievelden. Klik ik op functieveld toevoegen. Ik geef een code mee, bijvoorbeeld totaalprijs. En ik laat de code en een naam altijd hetzelfde, dus daar vul ik precies hetzelfde in. En het soort is expressie en het type is decimaal, omdat beide velden die ik met elkaar ga vermenigvuldigen decimale velden zijn. De berekeningen met een decimaal veld verlopen via een script. En ik moet eerst het script gaan uh, selecteren wat ik wil gebruiken, dus ik klik op het tabblad scriptfuncties. En vervolgens open ik decimale functies en kies ik voor DECMULT en daar dubbelklik ik op en dan wordt die toegevoegd aan mijn code. Vervolgens ga ik weer terug naar het tabblad gegevensvelden en nu ga ik de twee gegevensvelden selecteren die ik wil vermenigvuldigen. En dat is in mijn geval aantal besteld, daar dubbelklik ik op en prijs per eenheid, daar dubbelklik ik ook op. Nu is het alleen nog zaak om tussen die twee velden een komma te zetten voor de scheiding. En nu is mijn functieveld al helemaal klaar. Deze twee velden worden nu vermenigvuldigd met elkaar. Ik klik op OK en ik ga dit toevoegen aan mijn uh, detailsectie. Om natuurlijk te controleren of ik inderdaad de juiste berekening uh, heb gemaakt via het functieveld. Ik kies even voor het afdrukvoorbeeld. En zoals je kan zien is mijn uh, functieveld, dus die ik zelf toegevoegd heb, daar komt hetzelfde bedrag uit als het regelbedrag. En dat klopt dus aantal keer de prijs per eenheid.